De wijngaard op het Sint-Katrinedal in Oosterhout is klaar. In 2018 moet de eerste kloosterwijn op de markt komen. Elke dag als ik de wijnstokken zie, denk ik, het is een wonder, vertelt zuster Mechthild opgetogen. De 17 zusters Norbertinessen van het Sint-Katrinedal in Oosterhout zijn apetrots. Hun wijngaard van 7,5 hectare. Met de komst van de wijngaard zijn zij de eerste Nederlandse kloostergemeenschap die wijn gaat maken. Vorig jaar december kondigden de zusters de veranderingen aan. Volgens hen nodig om de gemeenschap te behouden. Ook hopen ze dat hierdoor meer mensen kiezen voor het kloosterleven. Wijn past volgens de zusters binnen hun uitgangspunten en historie. De eerste wijn komt naar verwachting in 2018 op de markt. Onder welke naam is nog niet bekend. Het heeft weken gekost om de wijngaard bij Sint-Katrinedal in Oosterhout aan te leggen. Alle 35.300 wijnstokken zijn met de hand neergezet, verdeeld over 6 percelen. Met steeds een andere druivensoort. Dan moet je iets verderop is het kraampje en daar staan ze allemaal aangegeven, want het zijn een beetje aangepaste soorten. Ja, voor hier. Ja, en binnen de muren staan weer andere dan buiten de muren, omdat ze hier weer wat meer zon krijgen, minder wind. Ja. Maar de soorten die staan iets verderop, want dan kun je ze ook even proeven. Oké, dankjewel. Ook zijn er bouwplannen voor een wijnhuis in de voormalige koeienstal. Hierin krijg je een taverne, opslag voor de wijn, wijnproeflokaal en congresruimte een plaats. Tegenover de stal komt een winkel, waar onder meer eigen wijn en groente verkocht worden. Ja. Een beetje lachen mag ook wel, jongens. Hey. Het is heel geconcentreerd werk, hoor. Ja, oké. De week toch? Ja. Het staat binnen de muren. Binnen de muren, ja. De pionier heeft de stad die daar achterin staat. Ja, ja, ja. Hier wat informatie over de daar ziet u ook bijvoorbeeld, hebben we daar een pionier staan. En daar is er wat vochtig in de hoek. Dat is een pad zo. En dat de plant eigenlijk al aanvoelt dat de herfst eraan komt, gaat in zijn herfstdracht. Over 2 jaar, dan ook voor de eerste oogst. En dus daar hebben we de pionier staan. Die plant heeft ook een paar jaar nodig. Ja, het is een hele mooie wijn. Pinot Gris heb ik ook, ja. Pinot Gris komt uit de Elzas in principe. Heel lekker. Ja. Ja, een beetje dat geurige, fruitige smaakje hebben die. Is dit nou de wijn die we... Proost. Dat doen we nog een keer. Proost. Zal ik ze hier ook vandaan halen? Ja? We hebben de Pinot Gris hebben we hier aangeplant. Ja. Dit is hier zo de Pinot Gris. Alleen, ja, wat ze dus hier gaan doen... Dat hoorde ik vanmorgen ook van de oenoloog. Ja, die gaat veel mousserende wijnen maken hier. Ja. We hebben Auxerre, we hebben Pinot Blanc, we hebben Pinot Gris. We hebben Sauvignon, de Chardonnay, alles is dus aangeplant. Vooraan bijvoorbeeld, ja, in die ommuurde binnenmuur, ja, is het Pinot Noir. En dat is eigenlijk de druivenras van de Bourgogne. Ja, maar ik hoorde dus straks dat ze dus ook van de Pinot Noir toch een witte wijn willen gaan maken. Ja. Maar misschien dat ze dus experimenteren, dan zeg je ook, proberen dus eerst daar ook een rode wijn van te maken. Mevrouw meneer, trek in een glaasje wijn. Ja, dit jaar hebben we geluk, denk ik. Ja. Dankjewel, hij is wel heel lekker. Goed, hè? Is heerlijk. Hij ruikt ook heel goed. Heel dat stuk. Ken jij zuster Dorothea? Ken jij zuster Dorothea? Die vriendin? Dat is een vriendin. Hebben jullie niet persoonlijk. Ja, het wordt heel persoonlijk. Hebben jullie wel eens overwogen om het klooster in te gaan? Ik? Ja? Nee. Ja. Ik? Nee? Ja? Ik ben het echt. Nooit. Nooit? Waarom niet? Het is hartstikke mooi hier. Toen ik wonen. Jong was, ja? dacht ik daar niet aan. Nee. En nou ik ouder ben, wel denk... andere dingen over. Ja, en nou ik ouder ben, denk ik, oh, ik zou wel eens een weekje in een klooster willen zitten. Alleen al voor de stilte en de rust. Ja, een weekje, meer niet. Maar niet, ja. En u heeft er wel een serieus niet over voor altijd. Gehad. Nou, maar ik wilde vroeger naar de missie, zoals dat noemde. De missie, ja. Dat was het.
Maar dat was na een week over. Oh ja? Ja. Maar je nooit... Ik kreeg met Walter. Dus... Ik kreeg verkeering. Ja, dat heb ik ooit goed in deze. Wat vind je aan jonge mensen in een klooster? Oh. Misschien moeten ze zo eens een paar dagen in een jaar of een week in een jaar of zo opgetred. En als ze opgetred zijn geweest, dan misschien voelen ze dan de kans bieden om de stilte, het gewone, want ze moeten ook hard werken. Hoor. Ja. Het is niet alleen maar dat het leuk is. Maar je moet er wel eerst wel van proeven om het... We moeten van proeven. Ik denk dat je eerst uit de kloosters aantrekkelijker moet maken voor jonge mensen. Om er eens binnen te komen. Ja. Dat denk ik. Nou, maar ze zijn al aantrekkelijk. Ja. Is dit de manier om het aantrekkelijker te maken? Denk ik wel. Ja. Maar ik zie hier weinig jonge mensen lopen. Ja, maar tegenwoordig mogen ze ook naar buiten. Dus ze kunnen ook de drukte even opzoeken. Ja. Ze staan toch wel meer in de maatschappij. Dan vroeger, ja. Het is natuurlijk wel heel druk, hè, voor mensen die altijd in stilte hebben geleefd. Ja. Zeker voor de oude 60. Gaan we mijn glas opmaken? Ja, dankjewel dames. We hebben heel fijn op. Het moet een wijngaard worden voor ontmoeting en bezinning. Dat is de bedoeling. In totaal moet er straks jaarlijks 40.000 liter wijn geproduceerd worden. Dit gebeurt op het terrein zelf. Milder. Dat geeft de wijn een hogere klassificatie. Uiteindelijk wordt het product verkocht in de winkel op het terrein, die nog gerealiseerd moet worden. Bij proeverijen en aan het bedrijfsleven. De activiteiten worden ondersteund door zo'n 50 vrijwilligers en gemiddeld 6 tot 7 medewerkers van Wava Go, die dagelijks naar het klooster komen om de wijngaard te onderhouden. De bediening in de taverne wordt straks gedaan door cliënten van Amarant. U bent de kosteres?